gefeliciteerd met de 3 punten, belangrijke overwinning. Het was niet echt een spektakel, vond jij wel? Nee, maar daarvoor moet je met 2 teams zijn, denk ik. Hun ging met 11 man op hun eigen helft spelen. En wachten op die counterkans. Maar ik denk dat het jammer is dat zo'n team die ongeslagen is met zoveel, zoveel schrik eigenlijk naar de arena komt. Kijk, natuurlijk een beetje logisch, maar ja, dan kom je natuurlijk niet tot een spektakel. Alleen we hebben het geduldig gedaan. En uiteindelijk gewoon verdiend gewonnen, denk ik. Is dat een compliment voor jullie? Dat ze vooral hier naartoe komen om niet te verliezen? Ja, dat denk ik wel. Ze wachten op die ene kans natuurlijk. Alleen we hebben, denk ik, de omschakeling heel scherp geweest, weinig weggegeven. Hun hebben toch een voorgevoel met heel veel kwaliteit en dat we als team zijn goed geneutraliseerd. En uiteindelijk niet zo heel veel gecreëerd, maar ik denk dat we hun speelwijze hebben afgestraft met de 1-0 te winnen hier. Hoe groot is de opluchting? Nou ja, opluchting. Je wilt gewoon elke wedstrijd winnen. Twente is natuurlijk wel een speciale wedstrijd. Koplopen, nog geen puntverlies. Ja, opluchting. Opluchting niet. Ik ben gewoon heel blij van hoe we gespeeld hebben. En het was een hele lastige wedstrijd. Het ging om 1 of 2 kansjes. Die hebben beide elftallen wel gehad. Wij hebben wel het betere van het spel, vond ik. Alleen we creëerden net niet genoeg kansen. Maar uiteindelijk had ik ook in de rust gezegd, je krijgt een keer een 100% kans. Ja, en die moet je dan maken en zelf weinig weggeven. Zij hebben 2 mogelijkheden in de tweede helft gehad. Wij denk ik 3 of 4. Uiteindelijk denk ik dat het wel een terechte overwinning voor ons is. Vond je dat jullie mooi voetbal hebben gespeeld vandaag? Nee, de intentie was alleen, het is niet lastig als iedereen op de helft van Twente speelt. En uiteindelijk gingen we dan met 22 man, stonden we daar bijna buiten kennen natuurlijk. Maar ja, dat is gewoon heel moeilijk voetballen. En dan is het geduld hebben en hopen op een kansje en dan afmaken. En dat heeft met de klasseflits van Christian is het gebeurd. Ik had het idee dat Twente niet kwam om te winnen eigenlijk. Ze wilden gewoon vooral niet verliezen. Nee, maar dat kan ook een strategie zijn, een tactiek. Zij hebben in de omschakeling een paar keer gevaarlijk kunnen uitkomen. Nou, dat weten ze, dat wij risico nemen ook in balbezit. Mensen voor de bal hebben staan. En als je dan even verslapt daarin en je wordt slordig in balbezit rondom de middenlijn, ja, dan komen ze er snel uit. Maar ik denk dat we dat aardig in de kiem gesmoord hebben. Het is hun recht om zo te spelen, maar uiteindelijk de voetballiefhebbers, en daar hoort elke Ajax-sport natuurlijk bij, die houdt natuurlijk van mooi voetbal. En ik denk dat vandaag maar 1 team mooi voetbal mag spelen. Ik kan me voorstellen dat het voor jou als trainer een interessante wedstrijd was. Qua amusementswaarde was het niet zo, snap je dat? Het leek meer schaken dan voetbal af en toe. Ja, zeker. En natuurlijk, als je het over schaken hebt, dan kan net dat poppetje misschien net een stapje meer naar voren om nog meer dreiging te krijgen. Nou, dat hebben we geprobeerd in de rust. Ik vond dat we daardoor wel meer dreiging kregen, eerlijk gezegd. Ook zeg maar, door de buitenspelers om te wisselen bijvoorbeeld. En door de backs dan meer in de aanval kwamen. Nou, ik denk dat we uiteindelijk terecht dan die doelpunt maken. Je zei in de voorbeschouwing al, dat ging even over Christian Eriksen, dat hij talent af is en dat hij het nu moet laten zien. Hij is vandaag de matchwinnaar, toeval of niet? Nee, ik weet het niet. Maar kijk, hij is een fantastische speler. En hij is nog hartstikke jong en hij moet stappen maken. En dit is misschien een eerste stap in de goede richting. Verdient gewonnen op naar woensdag, denk ik, hè? Ja, dit geeft natuurlijk wel vertrouwen. We weten dat Real een ander kaliber is als Twente. Maar dit geeft wel vertrouwen om uit Utrecht 0-3, thuis Twente 1-0. Ja, 2 keer de 0. Goede doelpunten gemaakt. En dit geeft vertrouwen voor woensdag. En wie weet kunnen we stunten.